ben Marie-José van Oostveen en ik woon hier op deze boerderij, boerderij Bouwlust. Ik gebruik deze boerderij onder andere als zorgboerderij. En dat betekent in dit geval dagbesteding voor mensen met een psychiatrische beperking, indicatie. En ik vind het leuk om te zien dat ze beter worden, dat ze zich beter gaan voelen, dat er gewoon ontwikkeling in zit. Daar doe ik het eigenlijk vooral ook voor. Nou, de locatie is mooi, vind ik zelf, rustgevend en bijzonder ook in deze omgeving. Omdat het erf bijvoorbeeld nog helemaal van gras is. In het voorhuis van de boerderij staan nog een aantal kamers, twee kamers, en die verhuur ik. En er zit een lekker bedje in, een kamer met twee eenpersoonsbedden en een kamer met een tweepersoonsbed. En die zijn te huren en dan krijgen mensen een lekker ontbijtje hier in de buitenkeuken. En die kunnen hier over de erf heen dwalen als ze willen. Nou, dit is de bed and breakfast en dit kan je huren, dit is een van de kamers. En hiernaast is nog een kamer met een tweepersoonsbed. En die beide kamers hebben samen een douche en een toilet. Dus je kan hier met 3-4 personen kan je het boeken. Sinds kort hebben we ook een pipowagen. Of een zigeunerwagen moet ik eigenlijk zeggen. Daar zit ook een tweepersoonsbed in. En die valt ook te huren. Ook voor mensen gewoon voor vakanties of in het weekend. En het is de bedoeling dat we in de toekomst wat meer van deze wagens hier gaan neerzetten. Want daar zijn we nu ook voor aan het bouwen. Om daar extra faciliteiten voor te creëren. Een paar toiletten, een paar douches en een keuken.